We zijn in de zomerperiode en bij NEC wordt er hard gewerkt al aan het nieuwe seizoen. Zo komt er ook een compleet nieuw veld. En daar heeft dit alles mee te maken. Hoe dat zit, vraag ik vandaag even aan Theo van Bentum, stadionmanager van NEC. We zijn het veld aan het renoveren. En wij maken van een normaal natuurgasveld een hybride veld. Ja, en wat wil dat zeggen, een hybride veld? Hybride is kunstgas en natuurgas. En dit is nu 4-5% kunstgas en de rest gewoon natuurgas. Dat hadden jullie hiervoor dus nog niet. Nee. Waarom hebben jullie daar nu wel voor gekozen? Een hybride veld is gewoon sterker. Dat gaat een kunstvezel, die gaat 18 centimeter diep. Kijk, het normale gras, als je ligt ook aan de weersomstandigheden en aan de beworteling. Dan kun je speelschade hebben waardoor je zo'n hele flap overziet. Als je nu zo'n vezel hebt die 18 centimeter diep geworteld zit, dan kan dat niet. Dan krijg je die speelschade niet. Dan krijg je een sterker veld. Vincent, wat is dit voor machine? Eigenlijk kun je het beste zien als een grote naaimachine die de kunstgrasvezel verweeft met het natuurgras. Ja, en wat doet hij eigenlijk? We steken om de 2 centimeter één sprietje kunstgras in de grond. En die gaat 18 centimeter diep, waardoor de wortel van het natuurgras sterker wordt, langer zichzelf naar beneden trekt. Waardoor er een stevigere, sterkere, stabielere mat komt. Ja, en hij blijft dus gewoon ook zo zitten? Hij blijft zo zitten. Hij zit eigenlijk gewoon los in de grond gestoken. Maar door de verweving met de graswortel blijft hij heel stevig en sterk in de grond zitten. Dat is best wel wat werk. Een grote, zware bulldozer zijn erop geweest. Ja. Want jullie hebben echt die hele toplaag eraf gehaald, hè? Ja, wij dachten dat de toplaag dat die geschikt was voor het injecteren. Maar dat viel tegen. Er zaten te veel stenen in. Dus die bovenste 20 centimeter moest helemaal af. Die moest gesaved worden. En weer terug. En dan weer in profiel afgekilverd worden. En vervolgens kun je daarna pas injecteren. Nou, ben je altijd al trots geweest op het grasveld hier? Heeft in de keukenkampioen-divisie ook een paar keer uitgeroepen tot beste gras toen van de keukenkampioen-divisie. Ja. Waar hoop je nu mee uit te komen met dit nieuwe gras? Nou ja, weet je, de kwaliteit in de eredivisie die is bij heel veel clubs nog een niveautje hoger. Maar dat heeft gewoon met budget te maken. Kijk, nu hebben we gewoon een goed veld voor de eredivisie, begrippen. Ja. Ja. Maar weet je, we hebben geen lampen, dus bij ons groeit het in de winter niet. Dus ik denk als we in de middenmoot eindigen dat we het goed doen. Ja, jullie doen dat bij meer clubs, hè? Jullie hebben dat bij onder andere ook AZ gedaan, hè? Ja, AZ in Nederland hebben wij gedaan, ADO Den Haag. En zo zijn er wereldwijd nog verschillende clubs waar wij komen. Hoe lang gaat het mee? AZ die had de grasmastervelden, het hybride veld, hebben ze geloof ik 11, 12 jaar mee gedaan. En dan, die hebben het vorig jaar helemaal eruit gehaald en weer opnieuw hetzelfde als dit. Ja, wat is de mooiste club geweest waar je het veldje hebt mogen aanleggen? De mooiste club aan zich vind ik zelf Juventus. Maar we hebben heel veel clubs. FC Barcelona hebben wij in het verleden geprikt. In Engeland ongeveer elke club die bekend is, zijn wij gekomen. Dus er zijn heel veel mooie clubs. Er komt dus een bijzonder veldje hier te liggen. Stiekem mag je wel zeggen dat het een aardig bijzonder veldje is. Nu is het nog een zandvlakte en zijn jullie bezig om dus dat kunstgras erin te injecteren. Wanneer wordt het echte gras nu gezaaid? Ik denk volgende week donderdag, volgende week vrijdag. En wanneer kan dat dan gespeeld worden? Ja, de eerste competitiewedstrijd. De eerste competitiewedstrijd moeten we spelen. Dus ja. Ik hoop dat dan het gras is zoals we zouden willen. Maar ja, ook al is het wat minder natuurgras, desondanks kun je het gewoon spelen door die kunstvezel. Het is vlak en stabiel. En ook al oogt het dan wat minder, je kan gewoon dan ook al spelen. Maar ik hoop tegen die tijd dat het wel een mooie mat is.